Wij gaan vandaag een appelkruimeltaart maken. Nou, ik heb 200 gram boter heb ik in kleine stukjes gesneden. Daar doen we nu de appelkruimeltaart mix bij. En die mix gaan we nu even mengen met onze handen. Dus heb ik daar nog vrijwilligers voor? Ja. Hoe moet ik het even doen? Nee, ja, ik doe het wel. Ja, dan zet je je iPad bij. Oké. Okay. We gaan het nu dus mengen. Dan dat was het. Ja. Maar het moet draaien. Meneer chef kok, ik zal even uw... Je moet het goed door elkaar mengen. Ja. Laat ik moet draaien aan mensen. Oh, dat ruikt wel lekker. Maar je moet het dus echt heel... Nee, wel rustig, want dan stuift het allemaal omhoog. Goed door elkaar mengen, want anders krijgen we geen goed deeg. Ja, goed, zo moet je het doen. Ja. Nee, je moet het goed mengen, Ralf, want anders hebben we daar geen appeltaart. Dat we het eigenlijk beter in de keukenmachine hadden kunnen doen. Dus wij doen het met echte hand. Wij doen het met de hand. Zal ik u even assisteren? Hè? Ja. Oké. Okay. Nou, neem ik het even van je over. Mensen, je handen zijn heel erg vies daardoor. Maar dat geeft niet. Dat is de bedoeling als je kookt en bakt. Klopt, mensen? Ja. Kijk, en dat wordt een appelkruimeltaart, dus dan... Moet het dus wel lekker... Moet het wel lekker appelkruimelig worden. Kijk, anders moet een lekker kruimelig deeg moet het worden. We hebben ook nog twee eitjes. En ook nog kaneel. Geef de eitjes maar even aan. Mag ik die kapot maken? Ja. Oké. Okay. Hier zo zijn dus de twee eieren. Ja. Proef maar. Als u even één... Of als ik kapot was gaan en er doorheen wil doen. Ja, nog een eindje er doorheen alsjeblieft. Het zit een beetje op de aard. Nee, we zijn allemaal. Chef, maakt het niet goed. Nog een eindje alsjeblieft. Ik kan het wel achter. Ik heb een stukje keukenpapier voor me werken. Ja. Maar nu is het wel lekker soppig. Het wordt nu een lekker soppig beslagje, wordt het. Oké. Okay. Zo. Oh shit, nu zit het op de hele aanrecht. Godverdomme. Zo. Oké. Okay. Zo ziet het eruit als je de ei er doorheen hebt gemengd. Ja. Met je handen dan. Dan moet je even klappen, mam. Nee, want dan zit het aan het plafond. Oké. Okay. Het deeg zetten we nu even in de koelkast. Oké, okay, nu gaan we dus de appels toevoegen, een beetje. Nee, nu gaan we de krenten door de appels doen. Samen met een beetje suiker.
En gaan we ook... Nee, niet doen. Kijk, we voegen een beetje suiker toe. Dit is de suiker. Je kan ook gewoon nepsuiker of zoetstof. Dat is beter. Ja, hoor maar. Zo. De volgende. Hou maar. Zo. En dan ziet het er dus zo uit. Oké. Dan gaan we nu. Een beetje kaneel eraan toevoegen. Beste kijkers. Ja. Zo. Ja, een beetje meer. Dat de appels een beetje lekker flink. Ja. 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 Dan mengen we het even hier. Dan kan je even kijken of er een beetje genoeg. Nee, hier ligt ook nog een lepel. Nou, hier kan nog wel een klein beetje uit. Nou, zo. Even goed mengen, dat de kaneel er goed doorheen zit. Oké. Dan gaan we nu gewoon een beetje zo. Ja. En dan ziet het er dus zo uit. Een beetje bruin. Bruine appels. En dan gaan we de rozijntjes toevoegen. Ja. Hou maar even. Ja, dan ga je eerst een beetje weer door elkaar mengen. Om te kijken of er in elke genoeg rozijntjes zitten. Zo. Goed mengen. Er zitten rozijntjes ook een beetje van het kaneel. Nee. Ik ga hier nog een beetje bij. De chef moet ook altijd even proeven wat hij in de taart gooit. Nou, dat is wel lekker. En dan ziet het er dus... En dat was dan alweer tot de volgende zin. Oké, nu gaan we het blok invetten. Het bakblik gaan we invetten, zodat het niet aan gaat branden. Kijk, en dan doe ik het altijd een beetje zo. Beetje boter er weer op. Beetje boter er weer op en dat wrijven we eigenlijk een beetje door het bakblik. Gaan we de oven aandoen? Nu gaan we de oven aandoen. We gaan hem even voorverwarmen. Dus dan zetten we hem op 60 minuten. Want we moeten de taart dadelijk tussen 40 en 50 minuten moeten we hem gaar bakken. En dan doen we ongeveer op 165 graden. Dus de oven gaan we alvast even aandoen. Dan nu. Nu gaan we het beslag gaan we in de cakevorm doen. In de taartvorm doen. Ja. Oké, je moet het gewoon een beetje plat doen. Want anders wordt het een beetje ongelijk. Ja. En anders krijgt de taart een hele dikke bodem. En een hele rare vorm ook. Zo. Dus je moet hem een beetje goed uitrollen. Zo, aan de wanden. Het moet ook een beetje lekker zijn aan de wanden. Niet dat er dadelijk opeens gaten in de wanden zitten, want dat ziet er niet mooi uit. Dus je moet hem een beetje zo opbouwen. Zo. Hier nog. Zo. De koek al even dicht. Dan moet je het ook een beetje tegen de wanden, tegen de randjes. Zo. Ja, ietsje dun. Je moet het niet zo dik doen. Je moet het ook, de bodem moet je niet zo dik doen, want anders heb je dadelijk al je deeg aan de bodem besteed, terwijl je nog een paar lagen meer moet. Ja.
deur tegen de randen aan doen. Zo, en dan gaan we nu nog een beetje tegen de andere randen aan doen. Ja. Nee, wat dunner maken wel. Je moet hier nu even omhoog gaan. Hier heb je iets meer aan doen. Ja. Zo, en dan hebben we bijna de onderkant en de zijkant al af. Nu de appels in de... Zo ziet het er dan uit. Dan gaan we nu de appels erin doen. Ja. Nee, schat, er maar gelijk in één keer in. Gewoon zo een beetje strooien. Lichte. Nee, Raf, dat kan gelijk in de. Gooi het maar gelijk in de op de taart. Ja, dan moet je het altijd nog een beetje uitkloppen, want aan de onderkant kan er nog kaneel zitten die appels bij zich kan houden. En dan kan je de volgende schaal gelijk doen. Zo. Dan pak je de lepel weer en dan kan je nog weer een beetje weer appels krijgen. Stukjes. Ja, helemaal goed. En dan kan je ook nog een beetje de appels verdelen. Zo. Een beetje plat. Zo, perfect. En nu, dat zal ik even doen. Moeten we heel voorzichtig doen. Nu gaan we een beetje... Zo. Dan gaan we een beetje de kruim los. Dan ziet het er dus zo uit. Ja, kun je het niet eens. En nu gaan we dus de kruim los een beetje erop doen. Nee. Maar dat hoef je niet plat te slaan. Dat doen we gewoon zo. Dan krijg je gewoon zo'n heerlijke kruimelsmaak bovenop. Dan krijg je echt het appelkruimeltaart idee. Zo. Nou, de taart qua voorbereiding is er nu helemaal goed. Dus we gaan hem... In de oven doen. In de oven zetten. En dan gaan we over 40 minuten gaan we eens even kijken hoe die erbij staat. Tot zo. Tot zo, dag. Oké, mensen, de taart is nu klaar. Oeh, yum, 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 yum. Hij is erg heet. Moet even nu een uurtje afkoelen. En een half uurtje en dan kunnen we hem proeven. Oké. Dit was het einde.